superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met de allereerste kersteditie. We gaan een mooi kerststuk maken, of een mooie kerstster. Daar gaan we een mooi bloemstuk op maken en dat laat ik jullie zo zien. Richting de kerst gaan we ook heel veel bloemstukken maken. Adventsstukken, maar ook heel veel kerststukken. Dus wil je dat niet missen, abonneer dan vast. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Wil je nou dit pakket meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dan kun je zelf mee aan de slag. En dan zeg ik doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Je kunt het pakket in een grote en in een kleine ster bestellen. Ik ga vandaag met jullie de kleine variant maken, maar wil je een mooie grotere, kun je die natuurlijk ook maken. Wat ben je voor de rest nodig? Ik heb verschillende soorten kerstgroen, scabiosa bolletjes. Ik heb mooie gedroogde granen die wit zijn gekleurd. Maar ook gipskruid, pampasgras en kerstballetjes. Daarnaast gebruik ik wikkeldraad. En lampjes, speciale lampjes waar niet zo'n groot kastje aan zit, laat ik straks nog even zien. Maar dit zit dus ook allemaal in het complete pakket wat je kunt bestellen. Wat gaan we dan als eerste doen? Als eerste gaan we het kerstgroen in stukjes knippen, kleine stukjes. Hoe kleiner je werkt, hoe fijner je stuk ook wordt. Ik heb echt van allerlei soorten kerstgroen. Wat belangrijk is dat je de onderkant even schoonmaakt. Je knipt het dus in stukjes. Zoals je ziet in kleine stukjes en dan maak je de onderkant even vrij van bladeren of naalden. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Zo, dan zet ik jullie eventjes iets dichterbij, zodat jullie precies kunnen zien wat ik doe. Daarnaast heb ik ook nog wat eucalyptus bijgepakt, want juist dat grijzige blad vind ik heel mooi passen bij het geheel wat we gaan maken. We maken namelijk een beetje een wintersfeertje. En dit doen we ook met gipskruid. En ook de pampasgras verdeel ik even in stukjes. Dat doe ik gewoon de zijkant van de grassen eraf te halen. En ook de kerstballetjes haal ik even uit het doosje en haal ik even stuk voor stuk uit elkaar. Want vaak zitten ze net eventjes in elkaar gedraaid in trosjes. Het fijne aan deze kerstballetjes is dat ze op een stokje staan of op een ijzerdraadje, waardoor je ze makkelijk ertussen kan verwerken. Kijk, er zit al een ijzerdraadje aan. Ik gebruik balletjes in de kleuren zwart, grijs en parelmoer. Dan heb ik alles op groepjes neergelegd en is het nu tijd om te gaan beginnen met het binden van de ster. Ik bevestig even het ijzerdraadje aan de krans. Dat doe je door gewoon eventjes eromheen te wikkelen. Zoals ik hier heb gedaan. Voor mensen die al eerder mijn video's hebben gevolgd en het hart hebben gezien, dit werkt een beetje op dezelfde manier. Je pakt eigenlijk elke keer een trosje met materialen en deze leg je erop. En dan bind je het ijzerdraad eromheen. Dit doe ik
eigenlijk even twee keer. En vooral in het begin mag het best wel even iets vaker. En dit blijf ik elke keer met verschillende materialen herhalen. Met je materiaal herhalen. Je pakt elke keer weer een plukje bij elkaar, even een toefje en dan bind je het draad er weer omheen. Zoals je ziet leg ik nu aan deze kant, dus aan de binnenkant, een toefje. Maar let dan op dat je het ook aan de buitenkant doet, zodat je het mooi recht krijgt en je een mooi geheel krijgt. Nu zie ik dat ik aan deze kant al het gipskruid had, dus ik wil het elke keer wel goed afwisselen. Hou dat dus ook in de gaten. Ja, ik pak weer een toefje bij elkaar en deze leg ik er weer tegenaan. En ik wikkel het draad eromheen. Je kan dit natuurlijk in elk gewenste kleur maken wat je ook leuk vindt. Maar ik vind juist het industriële, dus het stoere van de ster, mooi om terug te laten komen in het bloemstuk. Soms is het ook goed om even tussendoor een extra wikkeling te maken en hem even aan te trekken. Zoals je ziet kom ik nu bij de eerste hoek aan. Wat belangrijk is dat je even een extra wikkeling maakt dat hij goed stevig vast staat. En dan gaan we hem eigenlijk eventjes iets draaien. Omdat we dan verder gaan naar de zijkant. Dus zorg dat je dan eventjes die bocht maakt. Zorg dat er geen stokjes of geen steeltjes meer uitsteken. Dus dat je dat even goed vastbindt. Eventueel afknipt. En dan gaan we... Nou, zoals je ziet hebben we dus... de hoek bereikt en dan gaan we verder met binden. Om die hoek mooi te maken leg ik er eerst eventjes een blaadje tegenaan. Dus ik doe even één blaadje in plaats van een toefje in je eucalyptusblad. En dan gaan we gewoon op dezelfde manier verder. Dan gaan we weer richting het eind van de punt. Dus dat betekent, nu wordt het lastiger. Want je zit natuurlijk nu met minder ruimte. Maak hem even weer goed vast. Omdat je nu in een punt zit, moet je zorgen dat je weer meegaat met de ster, zodat je één lijn op blijft binden. Dus wat ik nou doe,
En zat ik hem er weer tegen aanleggen. Dus ik draai hem. Draai mee met de ster. En je wikkelt zo weer verder. Even de eerste keer mag je best wel even een extra wikkeling doen. En dan ga ik weer verder met toefjes pakken. En dan gaan we het laatste eind alweer afwerken. Ik pak dan nog eventjes een laatste toefje erbij. En die leg ik er dwars, dus aan de andere kant tegenaan. Dat vind ik mooier, omdat je dan niet zo'n eindwikkeling hebt. Zoals je ziet leg ik je dan aan de andere kant dwars tegenaan. Let wel op dat je steeltjes er niet te lang zijn. Dus die knip ik even wat korter. En dan maak ik nog even een heel kort soefje. Dus echt een kort steeltje. En die leg ik er ook nog eens een keer weer tussen. Heel kort. En die wikkel ik ook nog even een keer tussen. Goed strak vast. Dan duw ik de balletjes en het kerstgroen iets omhoog. Jongens, kijk hoe prachtig. En dan is het tijd om de lampjes te gaan bevestigen. Het leuke van deze lampjes is dat het een plat batterijtje heeft. Dus je hebt niet zo'n groot kastje. Zoals je ziet. Ja. Kijk. Waardoor je hem heel mooi kan wegwerken. Dat vind ik echt wel een voordeel. En ik vind lampjes toch altijd zo gezellig in deze tijd. Het geeft echt wel sfeer. Kijk. Ah. Nou, zoals je ziet is mijn krans, ik bedoel natuurlijk mijn ster, helemaal mooi vol gebonden. We gaan hem aan de bovenkant ophangen. Ja, eigenlijk eventjes het draadje van de lampjes omheen. Zo. En dan gaan we de lampjes er voorzichtig omheen laten doen. Je kan natuurlijk ook de lampjes aan deze kant doen als je het leuk vindt. Dan heb je aan deze kant alle lichtjes. Maar je kan hem ook aan deze kant doen. Daar kun je natuurlijk zelf mee spelen. Dat is het leuke ervan. Ik vind het wel leuk om het over het bloemstuk te laten lopen. En je kan hem natuurlijk ook helemaal over de hele ster heen doen. Ook heel leuk natuurlijk. Die wikkel ik er gewoon voorzichtig omheen. Niet te strak, want dan trek je natuurlijk alles. Dan haal je een beetje het model weg. Kijk dan wat een plaatje dit is geworden. Ik vind het echt super leuk. En natuurlijk als het licht uit is, is het nog leuker. Want juist het sfeertje, ja, maakt het natuurlijk gezellig. Je kan hem dus bestellen in deze. Dus de kleinere variant is ook al aardig groot. Maar je kan hem ook in echt heel groot maken. Het is net natuurlijk, of natuurlijk twee bij elkaar is ook heel erg leuk. Je kan hem dus buiten en binnen ophangen. Dus dat is ook leuk als je maar een beetje bedekt is met de lampjes natuurlijk. Dat het niet volop in de regen komt. Dan moet je wel even rekening mee houden. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Ik laat jullie nog eventjes zien hoe het eruit ziet als het licht uit is. Jongens, kijk nou!
Wat een sfeertje. Vond je deze les nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf ik op de hoogte van alle mooie stukken die ik maak. En natuurlijk ook richting kerst of advent. Dus dat is ook leuk. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je jullie mij de volgende keer weer. Oh ja, en wil je deze les dus meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Tot de volgende keer. Doeg!